Hallo mensen, ik zat even te kijken naar die spelers die hier staan. Welkom bij aflevering 101 van Disneycraft. Het heeft weer even geduurd, we zijn nu weer op tempo. De server is open, we hebben fantastische dingen die we laten zien na de intro. Yeah! Okay, people, let's go to work. Nou, zoals je ziet zijn we hier bij de ingang en we zien een aantal mensen, want we willen ook aan iemand voorstellen en dat is natuurlijk apart. En ik ga hem zoeken, hij staat ergens tussen al deze mensen. Ik vraag het even aan de cashier. Nee, die is druk bezig, ik ga er niet afleiden van de werk. Die moet nog munten tellen en zo. Wacht, ik zie een Pikachu, wacht. Ja, hallo. Hoi. Dit is Tim. Ja. En Tim is in onze proefperiode van crew en ja, ik wil ook gelijk uitleggen waarom. Nou, hij ging al mee met de YouTube Gathering en hij was vorige keer bij het crew-uitje aanwezig. En ja, we hebben hem al een paar keer gezien, Tim. Je bent niet meer nieuw voor ons. Nee, ja. En vandaar dat we aan Tim vroegen van, nou ja, we hadden beloofd een keer van, nou, we zullen kijken van, je wordt bij de crew aangenomen en dit was het moment eigenlijk. Nou, leuk. Ja, je hebt het naar je zin, geloof ik. Tot nu toe wel, ja. Je dat moet was leuk en ja, ook. Oké. Nee hoor, dat was een geintje. Je moet niks bij ons. En nou, ik zie ook dat... Leuk. Oh, paard is naar de wc. Oké, nou, we hebben hier paard Peter. En paard Peter is onze enige echte gefokte schaap. Dat is een heel duur schaap. Dus mocht je langslopen, altijd leuk om te begroeten. En dit is ons paard. En die heet namelijk, even kijken, sta het stil, schat. Paard Frits. En Frits is een van onze goedkopere paarden. Want er zijn er al een hoop doodgevoerd door bezoekers. Ja. Ja, het is een beetje een triest verhaal, maar wel heel veel mensen namen altijd verschillende soorten hotdogs mee en hamburger en friet. En ja, toen is ons paard overleden en omdat wij elke keer een nieuw paard moesten kopen, hadden we iets van, we kopen gewoon een goedkoop paard. En tot nu toe, nou, hoe lang staat hij er al? Weet jij het? Oh, is dat er toch al een dag of 10, 11, ja, dacht ik? Ik denk het ook zoiets. Overleeft hij lang? Ja, ik hoop dat hij deze kan overleven. Dat is toch omdat hij vegetarisch was, of niet? Oh, dat zou kloppen, ja, klopt. Ja, want die vorige was erg. Die vrat gewoon cola, Coca-Cola blikjes en chipszakjes. En de bezoekers zelf. En, ja, ook nog. Dus we hebben eindelijk een beetje een goed paard, hoop ik. En Kenzo, is die een beetje goed? Ja, ja? Zit wel lekker. Rijdt hij een beetje goed of niet? Ja, dat gaat dan niet heel erg hard vooruit. Nee, ja, maar hij heeft ook loopvrees, hè? Oh. Ja, wist je dat? Loopvrees heeft hij, ja. Dus helaas. Nou, ik had het bordje weg, want ja, dit is eigenlijk niet de achtergrond. Hier is een beetje gelogen dat hij naar de wc is, het andere paard. Eigenlijk gelogen, hij is eigenlijk gewoon... Ja, vermoord vind ik zo grof, weet je. Dat hoort niet in een fun park. Weet je wel, vermoord kan toch niet? Dat kan je toch niet zeggen? Nou, leuk dat je zo enthousiast meedoet. Oh, ja. Ja, Vincent, dan klopt! Ja, dat ben je heel goed. Nee hoor. Ik zie hier allemaal mensen staan, die gluren allemaal. Is het dan met de kaken? En die gaan even kijken, we gaan even het park binnen, want ja, wat een drama was het na de opening, zeg. We hadden natuurlijk een livestream en ja, er komen nog fantastische beelden, komen nog online. De Disney Theatershow komt zeker nog op het kanaal, dus hou het in de gaten. We zijn nog bezig met de montage. En we gaan nog zeker vaak de show opvoeren. En we zien al een paar mensen, die kijken hier gewoon in gluur even naar welke attracties ze kunnen. En we hebben helaas het systeem eruit gehaald dat je kan zien welke attractie open is. Is op zich wel leuk, want dan kan je eigenlijk een beetje het park ontdekken. Dus ja, je hebt zoiets van, is de Cars open? Ga gewoon even kijken of de Cars open is. En helaas, hij is gesloten wegens onderhoud. Nou, dat is dan even nu een nadeel, maar normaal kan je ook gewoon in de Donalbaan. Ik zie dat trouwens iemand zitten, ik ga gelijk gluren. Want wie zit hier in de Donalbaan? Het is ene... Miladion. Of Miladon? Is het Miladon? Hallo Miladon! Ik ga lekker bij Miladon zitten. Hallo. Zo. En de remmen die doen het hoor, Kenzo. Ja. Kijk, en omaatje komt ook en Oscar zit. Kijk eens, heel de trein zit spontaan vol. Vinky zit er weer in. Oh. Dat is lang geleden. Ik ga het gelijk zeggen in de chat. Vinky, dat is een van onze oudere bezoekers. Ja, want mensen zeggen wel eens van, zit ik nou ergens vast? Ja. Oh, okay. En er wordt uitgegooid. Ja. Nou, dan sloop ik één blokje, ja? Zo. Nee, maar kijk, het zit helemaal vol in één keer. De Kuuk zit hier ook met zijn... Wat is dat voor skin ook weer, dat beertje? Dat is van dat spelletje. Dat platformspel. Ik weet even niet welke naam het is. Ook niet. Banjo-Kazooie, ja, klopt.
Maar je ook zo in Grove zie ik hier zitten, ook een Grove skin. Ik vind het fantastisch altijd als ik Disney figuren zie in Disneycraft. Ja, vind ik altijd leuk om te zien. Ik vind sowieso de Disney figuren zien er gewoon ook heel erg leuk uit qua karakter, vind ik ook. Vind je niet? Ja, ik vind het gewoon wat hebben. Kijk, bijvoorbeeld hier ook Kermit, hier natuurlijk Dennis. Maar dat is wat, nog van waar? De... Waar? Ja, die Dennis toch? Je bent toch Dennis? Oh shit. Ik ben Kermit nog. Ja, je bent nog steeds Kermit, ja. Ja. Constantine skin. En Gabflo, ja, Gabflo die wist nooit wel wat ze was. We hadden wel een paar keer gevraagd, maar ze wist niet wat voor karakter ze was. Maar ze is een vosje, dat zijn we wel uitgekomen. Heel lief vosje, een kaal vosje. Kakwangen. Maar je kan hem nooit vinden op internet. Ja, kaal vosje, zie je. Maar ja, grappig hè, grappig. Ah, ze doet een hoedje al af. Ja, hoedje op. Nee, maar ik kan dat, voor mij kan je die skin nooit vinden. Je zou hem wel kunnen aanpassen door dan het downloaden van Gab, maar ik denk niet dat je hem origineel kan vinden. Het zou wel cool zijn als mensen hem konden vinden, die skin. Dus dat is leuk voor jullie, al hebben jullie niks te doen. Kijk deze skin. Volgende week allemaal vosjes. Als je denkt van, ja. Allemaal vosjes, ja. Ja, hij is wel schattig. Er staan allemaal mensen voor. Hallo Oscar. Oscar is trouwens, dat is misschien leuk om te weten. Oscar is in Disneyland geweest voor het eerst. Voor 3-4 dagen, klopt dat? Ja. Ja. Klopt wel, ik kan praten. Dus ja. Ik gokte eigenlijk van, ik kan praten. En ja, Oscar was natuurlijk ook in Disneycraft 100 was hij aanwezig. En ja, Oscar die weet... Oscar weet gewoon... die was voor het eerst in Disney, hè? Je zei wat je favoriete attractie waren Tower of Terror, geloof ik. Ja. Ratatouille sowieso. Ratatouille, ja, fantastisch. Ja, ik zei, je mag zeggen hoe die is, maar niet spoilen. Want ik wil heel graag. En hij had natuurlijk ook prachtig nieuws ook voor mij. Want ik ga over 2 maanden weer naar Disney. En hij zei, de Space Mountain is open. En dat was eigenlijk iets waar ik op hoopte. Want ja, die was al... toen ik naar Disney ging een maand geleden, toen was die dicht helaas. En Dennis, als jij nou eens de Space Mountain opent, ik wil er gewoon eens een keer in. Wat is dat nou voor de Space Mountain open? Ja, ik zet de brightness ook een beetje op 11%. Je hoort eigenlijk ook op Moody te zetten voor dit park. Je ziet mensen al helemaal springen. Ik hoop dat ik een plekje heb in in Space Mountain. Dus ik ga gewoon stiekem even vooruit vliegen. Want ik wil wel een leuk plekje hebben namelijk in de Space Mountain. Zo. Zo, het is donker joh. Maar dat maakt het vet. Ook met deze shaders pack maakt het echt fantastisch. Ik ga erin. Ik kan helaas niet vooraan. Oh, voorin is er een plekje. Nou, fantastisch Kenzo. Gewoon speciaal een dikke voor point of view. Point of view, Kenzo, point of view. Ja, zeker. En Oscar, jij was voor het eerst in Disney geweest. En ik zei altijd, Oscar, je kan het gewoon niet vergelijken met parken zoals Efteling. Wij hebben Efteling dan als mooiste park. Dat is gewoon, dat is gewoon een feit, denk ik. Dat is niet echt een mening, dat is gewoon een feit dat Efteling gewoon prachtig onderhouden is. En er zitten mensen ook altijd te zeggen, ja, Efteling is wel duur. Maar dan hebben ze iets van, als je weet hoeveel elektriciteit ze betalen voor alle poppen die bewegen en alle zooi die erbij komt, dan is het gewoon... Vrij onderhoud ook. Ja, absoluut. En had je niet Oscar toen bij Disney was, wat een schoon park is dit. Ja. Je kan bijna van de grond eten. Had je zo'n gevoel niet? Ik had dat namelijk bij het begin aan al. Dat heb ik ook gedaan hoor. Ja, ik heb ook van de grond eten. Ja, tuurlijk. Het hoort erbij. Absoluut. En we gaan jammer dat de jukebox niet er is met de muziek. Ja. Dat is echt heel donker. Ik ga heel tof muziek. Ja, we hebben Disney, we hebben zelfs de muziek van Space Mountain, zeg maar. Nou, een hele donkere rit in deze shades pack. Excuusie voor. Want hij is normaal niet zo donker. Maar wow. Maar hij is wel vet met de effecten. Zeker. Ik weet niet, jij bent erin geweest in Space Mountain. Is dit echt ook heel donker of valt het mee? Valt mee. Oké. Okay. Dus het is wel donker, maar je hebt heel veel effecten. Oké. Okay. Met lampen en shit. Oh, gaaf, want ze hebben hem nu geüpdate, hè? Ze hebben de attractie gerenoveerd, om het zo te zeggen. Klopt. Dus ze hebben wat nieuwe dingen aangepast. Ja, je bent natuurlijk maar binnenkort geloof ik ook nieuwe treintjes. Tot ja, klopt. Een beetje Python idee, hè? Je hebt wel een beetje hoofdpijn als je eruit komt. Ja, toch wel, ja? Ja. Oh, dit is ook space. Ik heb nou ook hoofdpijn. Oh, jee. Space. Ja. Space Mountain. Zo, en we zijn een feestvarken, staat hier ook. Feestvarker is het, eigenlijk feestvarken. Maar... En hij heeft gewoon een beetje een Steve skin, alsof hij uit de Rimboe komt, weet je wel? Zo'n beetje een versleten t-shirtje heeft hij aan. Rimboezwijn, ja. Nou, we lopen naar buiten, dit was het ritje Space Mountain. Ja, we hebben natuurlijk wel een aantal projecten die we nog bouwen, maar het is minder bouwen in Disneycraft. En ik wil je beloven om wat meer afleveringen te maken in het pretpark. Dus als jullie een keer er zijn, kom zeker joinen. Want we hebben nou echt in een hele korte tijd al bijna 600 bezoekers nieuw. En dat is echt fantastisch.
Mm-hmm. En ik wil eigenlijk in de volgende aflevering, als we Disneycraft gaan doen, Lion King doen. Want het is eigenlijk een attractie die ik nog helemaal niet heb gedaan. Die heeft Leroy helemaal ingericht en helemaal geschreven met tekst. En ik wil eigenlijk het avontuur met jullie samen doen in de volgende Disneycraft video. Is dat een goed idee? Ja. Ja. Wow, wat enthousiasme. Ja. Het loopt gewoon vol. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer in Disneycraft. En dan gaan we naar aflevering 102 met de Lion King beginnen. Doei, joeg. Doei. Doei.